Yo mensen, welkom weer bij deze nieuwe video. Wij gaan vandaag op vakantie naar Italië. Dus ik zou zeggen, let's go. Doet kei leuk. Yes, het is weer zover, want we zijn in Duitsland, dus kijk op file altijd. Dus ja, lekker schraal. Bij Frankfurt, bij het vliegveld waren we net. En het regent gewoon, moet kijken, allemaal druppeltjes op de raam. We lopen bij het tankstation. Want moeten we tanken en we gaan pissen natuurlijk. Dus let's go, even pissen. Aangekomen bij de Blokhut waar we overnachten en het is echt zo'n Duits ding. Dit is ook nog steeds in Duitsland, het is bijna in Oostenrijk. Hallo. Oh, gratje. Hallo. We zijn in de kamer en ik ga even een tour geven. Hij is niet heel groot, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon een mooie kamer, let op. Hier kom je naar binnen, dan loopt er zo. Dan hebben we al gelijk een heel mooi bed. Daar hebben we Timo en een kast hebben we hier. Als je dan langs het bed loopt, dan hebben we nog een tv, een raampje naar buiten en we kunnen ook nog hierheen, naar de badkamer. En dat ziet er zo uit, een douche, een play, ook een raampje waar je niks door kan zien, een wasbak. Hallo! We zijn aan het lopen, op zoek naar eten. Maar we weten niet waar eten is, dus gaan we nou even zoeken. We zijn nog steeds aan het zoeken naar eten. Maar die bergen hier, jongen, hier is fucking hoog en zo. We hebben daar al een bordje gezien, wat daar uithangt ergens. Maar goed, we lopen erheen en we kijken wat er is. We zijn dus bij het dingetje gaan zitten. En kijk, we hebben alvast een kaart gekregen. Een vertaling. En we gaan even Google vertalen erbij pakken, want sommige dingen weten we niet wat hij is. Dus ja. Maar nee, het wel lekker is hier. Dus misschien ruiken jullie het al. Ha! Nee, dat kan helemaal niet. Haha. Nee, wij ruiken het wel, want ons Tuli is er. Dit is een braadworst, is dit, met friet. En jij hebt hem? Cordon bleu. Ja, dat weet ik niet wat het is hoor. Dus, ja, er is gewoon kaas in. Ja, heel lekker. Ja, kaas. Oh, heel lekker, ja. Heel lekker. En friet. Timo heeft hetzelfde als mij. Dus een saus. En het is niet zo. Kijk hoe je. We zijn weer klaar met eten. Alles is lekker opgegaan. En we gaan dadelijk nog ergens ijsje halen. Maar we weten nog niet waar. Dan gaan we dadelijk weer even uitzoeken. Je ziet daar wel die wolk daar zo lopen. Daar komt gewoon bliksem uit. Dus die komt op ons af. Dus we gaan maar gewoon naar huis toe. Want.
Anders krijg je eigenlijk allemaal paniek en zo. Het regent fucking hard. En achter ons is allemaal onweer. Het is koud. Ja, het koud is de beach, hè. De regen is alleen koud. De temperatuur is niet koud. Maar ja, overal onweer achter ons. Maar we zijn er al bijna. Kijk, overal is het mistig. Jij wordt zeer getroffen, want jij bent het hoogst. Oh ja, kut. Nee, de boom is hoger. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar wel helemaal nat. Hey. De camera even omhoog houden en dan zitten daar allemaal druppels op de lens. Zie je? Zo hard regent het dus. Het is al 9:45 of zo. Onze eerste dag zit er alweer op. Eigenlijk was dit gewoon de reisdag. Morgen ook nog een klein stukje reizen, maar morgen zijn we er. Dus ik zou zeggen, voor mij tot morgen en voor jullie tot dadelijk. Yo mensen, vandaag is een nieuwe dag. Het water hier is echt kut, maar maakt niet uit. En we gaan zo eten, dus ik zou zeggen, let's go! Broodje met kaas, waar ga je? Broodje bakbouw. Ja, dat moet je willen, broodje bakbouw. Dan met vlees en kaas. Timo. Timo. You fuck us. Wat is 3 keer 7? 21. Nee. Ja, wel of wel. Fijn zand. We zijn hier weer klaar. We gaan nu doorrijden naar Italië. Hey. Dus we zitten weer in de auto en we zijn al bijna bij de grens. Want bij ons was het echt letterlijk achter de berg, was gewoon de grens. Dus hij zal er zo aankomen. Ik zal proberen te filmen. Een soort van file. Het is eigenlijk gewoon wachten op een tolpoortje. Kijk, het is bij je voor zo'n tunnel of zo. Tauwentunnel heet dat ding of zo, hè? Hoe lang is dat ding? Ik denk 12 of 13 kilometer, maar goed, we gaan het wel zien, hè? Dit is een dubbele tunnel. Die krijg je daar eigenlijk nog langer waarschijnlijk. Denken we, want anders is het wel niet zo duur. Net kwamen we ook gewoon tunnels van 3 kilometer tegen. Dus ik denk dat we nog een tunnel krijgen zo meteen. Zijn we bijna in Italië al en we moeten nog wel een stukje door Italië heen. Het is nog maar 170 kilometer of zo en dan zijn we er. Dus ja, het is nog wel even. Maar kijk, achter die berg, ja, je ziet hem nou niet goed. Als de bomen eigenlijk weg zijn. Achter die berg die daar tussendoor zit af en toe. Nou ja, daar is dus Italië al. Dus ja, we zijn echt bijna in Italië. Bij de parkeerplaats. We kunnen echt nog wel 700 kilometer rijden of zo, hoor. Maar het is nog 85 kilometer of zo. Maar we gaan even pissen en benen strekken, dus dat is maar even mooi, hè. En we zitten weer in de auto. We hebben lekker gepist en zo. Dus we gaan weer lekker door. Zijn we er? We weten het niet zeker. We gaan het draaien. We zitten nog in de auto. We hebben al een of ander bandje of zo.
En dan kan je mee betalen en naar binnen komen en alles. Dus ja, ik weet het ook allemaal niet. We gaan het allemaal wel zien wat het allemaal is, wat het doet. Nou jongens, we lopen op de camping. Kijk, we hebben hier van die huisjes. Allemaal in deze straat is het. Welke hadden wij? 42? 52. Oh, 52. Ja, 52. Oh, dat is deze. Oh. Schoon. Je moet zien hier. Nou jongens, ik zal eens even een caravan tour geven. Je komt dus zeg maar hier binnen. Hallo. Dan heb je hier een tafeltje met een bankje en stoelen. En dit hebben wij meegenomen. En dan kom je binnen. Dan heb je een bank. Oh, wat mooi. En een tafel. En hier heb je ja, koelkast, magnetron, een kastje. Als we dan verder lopen, dan komen we langs de keuken. Helemaal hierheen. Dit is, weet ik niet. Nou, dat is gewoon hierachter is iets. De wasding. En de play en de douche. De kamer van ons pa en ma. En dan hebben we hier onze kamer nog. Dus ja, gewoon goud. We zijn weer terug van het zwemmen. Kan je misschien wel zien aan mijn kop. Ik heb de GoPro niet meegenomen. Waar ligt die handdoek? Weet ik veel waar die handdoek ligt. We gaan daar douchen dus. En het onweert. Het regent ook een beetje. Maar gelukkig is het niet koude regen. Het is keihard regen. Dus vang het je over. Het regent, de pannetjes worden nat. Er kwamen twee soldaatjes aan, die vielen op een gat. Het regent, plassen op de grond. We hebben onze laarzen aan en stampen in het rond. We gaan bij het restaurant eten halen. Of eten eigenlijk, niet halen, maar gaan eten. En ja, ik hoop dat ze daar goede toelie hebben. Ik kan zeggen wat je wil, maar voor 8 euro en zo'n grote pizza, dat vind ik niet heel duur. We zijn over de camping heen aan het lopen, een beetje alles ontdekken waar alles is en zo. We gaan nou de beachbar opzoeken bij het strand. Gaan we ook even gelijk kijken, dus ik weet niet of dat mooi is. Dat gaan we zien. We zijn er bijna. Hier hebben we al de beachbar. Met een, wat is het, podium denk ik of zo. Wat zou het er zijn? Wow, glijbanen! Slipper in hangen. Helemaal kut. Definitief weer mijn voeten gaan wassen. Helemaal geen zin in. Maar het is hier echt één grote drapkutsel. Nou jongens, ik zit hier met een heel mooi gordijntje in mijn nek. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Doe zeker even een like. Morgen is er gewoon een nieuwe video. Niet morgen voor jullie. Voor jullie is het waarschijnlijk voor een week of zo. Maakt het helemaal niet uit. Voor mij is het wel morgen een nieuwe video opnemen. Dat is gewoon helemaal mooi. Dus zo zeg, doe even een like, abonneer. En check jullie bij de volgende aflevering. Houdoe.